everybody does. No more. I can't go in the park like anybody does. No more. So I don't want to see my face on TV. No more. I said I don't want to see my face on TV. No more. No, 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 no. Let me tell you a secret, you're on TV right now. Nee, ik ben helemaal niet bang voor de pers. Ik vind de pers overbodig. Het is geen gezond huwelijk. Ik vind de pers overbodig. Het is geen gezond huwelijk. Ze hoeven voor mij ook de 80% van wat de pers doet. Is echt niet... Zet geen zoden aan de dijk. Nee, precies. Ik lees mijn heel leven kranten en weet nu zeker dat 95% van iedereen die journalistiek bedrijft er niks van kan. Want ik kan het nu zelf staven voor het eerst in mijn leven. Alles wat ze schrijven is crap, weten niks van het onderwerp, speculeren, zijn tendentieus, op een enkele uitzondering na. En hoe heb ik me ooit kunnen opfokken over krantenberichten? Want als ik over politiek las en zo. Daar ben ik van geschrokken. Dus ik heb nu geen krant meer in huis. I got the blues. Dat wou ik even kwijt. Wat had je graag willen lezen dan? Ze troes. La vérité. De waarheid. Exactement. Dat had ik willen lezen. En dan hebben we het niet eens over waar ze de voorkeur aan geven. Er schrijft bijna nooit iemand over muziek, maar dat hebben we al 1000 keer over geklaagd. Want dat weten we nu. Dat die muziekmarkt is niet belangrijk. Ze schrijven over omvallende meisjes. En wanneer de eerste dode valt en zo. Toch heeft het op geen enkele manier de publieke opinie beïnvloed. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens, wat je nu zegt. Ik denk dat, de liefde van de fans voor jullie, dat bedoel ik eigenlijk. Ik denk dat er op hetzelfde moment een aantal mensen waar wij ook belang aan hechten, een beetje oudere mensen, stroomziek zijn geworden van die overexposure en van het gelul en de crap en... Wat bedoel je precies met overexposure? Te veel aan. Kijk, schrijf als je iets te schrijven hebt. Maar schrijf niet iets als wij niks gezegd hebben. Over diezelfde pers gesproken, maar dit is toch een ander onderwerp. Want ze hebben er wel aan meegewerkt. Dat jullie toch eigenlijk behoorlijk moeten vechten om een normaal leven te leiden. Althans, het buitenleven, zou ik maar zeggen. Ja, ze hebben het wel het een en ander verstierd. Dat klopt. Is dat. Iets waar je nu immuun voor bent geworden, maar het toch nog behoorlijk vervelend vindt? Daar word je niet immuun voor, denk ik. Nee? Heb je het gevoel dat je in een aquarium leeft? Als een vis? Blub, blub. Ja. Ik denk dat een vis in een aquarium zich beter voelt dan ik op straat. Manager van Doe Maar. Wat is het bijzondere van het manager van Doe Maar? Hey, die wallen onder mijn ogen gezien. wat is het bijzondere van het manager van Doe Maar? Het was een leuk klein ventje. Het is wat uit de hand gelopen. En dat is op zich heel leuk, maar soms heel vervelend. Denk je nog eens met heimwee terug aan vroeger? Niet echt, nee. Of het moet heel lang geleden zijn. Maar nee hoor, Ik begin er nu pas lol in te krijgen. Ben je nu pas echt zakenman geworden, Frank? Nou, kijk, ik kan niet zeggen dat ik geen zaken doe. Ik weet niet of ik het ooit geambieerd heb. Maar het heeft zijn grappige kanten, laat ik het zo zeggen. Er is geen weg terug. Welke weg gaan jullie naartoe? Het wordt groter en groter en groter. Ja, terug of vooruit. Het zijn allemaal van die begrippen die me eigenlijk niet zo gek veel zeggen. Het is meer wat wij het meest ambiëren is lol houden in ons werk. En natuurlijk wil je niet
kleiner worden of in die zin dat, ja, dat hoe moet je dat zeggen, dat je aan lage wal raakt of zo. Hè? Dat soort begrippen kennen we eigenlijk niet. Wat wij willen is lekker met muziek bezig zijn en ik lekker met het management en nou, dat doen we zo goed als het kwaad als het gaat en gaat het niet meer, misschien stoppen we dan, maar we zijn veel te leuk ploeg met elkaar om te zeggen van we scheiden mij uit of zo. Dat is helemaal niet van belang. Frank, eerste reactie, wat is nou het allerleukste dat je het afgelopen jaar met Doemer hebt meegemaakt? Dat zijn dingen die ik niet kan zeggen. Waarom niet? Zou het dus sappig zijn? Zou wellicht sappig zijn. Doe eens een voorbeeld, geef eens een voorbeeld. Ik denk dat ik het leukste vond toen het moment van de doorbraak die volkomen onverwacht was voor ons allemaal. En dat oude platen ineens gingen lopen. En daar hebben we ons hoogelijk over verbaasd. Dat je dat Skunk met zulke gigantische sprongen omhoog ging. Meer in een week verkocht dan het in een heel jaar had verkocht. En dat vonden we heel grappig. Dat vond ik wel het leukste, denk ik. Ja, behalve dan avonturen die we meemaken. Maar daar weet ik me niet zo snel iets van te herinneren. Ja, Frank, een van de dingen waar ik aan zit te denken. Hè? Als je Henny Vrienden heet, Jan Pijnenburg, Jan Hendricks of Ernst Jans. Dan heb je het moeilijk tegenwoordig. Je leeft in een aquarium. Wat heb jij nog iets gedaan voor hun bescherming? Nee, het enige dat ik ze geadviseerd heb een ander telefoonnummer te nemen en eventueel ergens anders te gaan wonen. En dat wilden ze niet, want ze waren verknocht aan hun eigen plekje. En nou, wat bescherming hebben gedaan is het enige wat je kunt doen is proberen de pers, de fotografen en de meeeters op afstand te houden. En daar heb ik hard mijn best voor gedaan. Maar het publiek kun je niet op afstand houden. Ben je zelf niet blij dat je achter de schermen zit? Ja, ik ben. Ik zou niet willen ruilen, denk ik. Nee. Vind je dat die jongen, zijn jullie eigenlijk een beetje veranderd sinds die tijd? Of denk je nog steeds dat hetzelfde hechte, leuke, blije bandje is als vroeger? Natuurlijk hebben we onze problemen zo regelmatig, maar we zijn een te gek team eigenlijk. We zijn allemaal erg goede vrienden en we kunnen elkaar goed opbeuren als het nodig is. En, we zijn eigenlijk een heel blij bandje nog steeds met de ups en downs die je hebt in je relatie met mensen, in de gebeurtenissen, die de dingen die er gebeurd zijn. Maar inderdaad, dat is eigenlijk het enige wat we willen zijn, hè? Een leuk bandje. Jij hebt Frank aan de bakermat gestaan van het succes. Het is een hele moeilijke vraag, maar heb je enig idee waarom allemaal? Waarom het gebeurd is? Waar het ligt? Nee, ze hebben me 100 keer gevraagd. Ik heb misschien wel 100 keer een 101. Antwoord gegeven. En na elke keer het antwoord zelf weer gehoord te hebben, dacht ik van nee, dit is het antwoord ook niet. Ik weet het niet. Een soort toevalstreffer, geen idee. Je had het nooit gedacht in ieder geval? Nee, het laatste wat we gedacht hadden. Heb je ook nog een persoonlijk leven, ondanks alles? Het is een tijdje weg geweest, maar heel langzaam begint het weer terug te komen. Dat geldt natuurlijk ook voor de jongens, hè? Ja, denk ik wel eigenlijk. Qua direct werk ben ik natuurlijk heel erg betrokken geweest bij iedereen belde mij op. Dus ik had geen minuut meer voor mezelf. En dat is nu aan het veranderen. Ik heb een ander telefoonnummer genomen en het helpt.